Welk kattenkwaad heb jij vroeger op school uitgehaald, Reggie? Kattenkwaad. Oh, ik was eigenlijk een hele brave, hoor. Maar ik ga eigenlijk wel... Wacht even, kattenkwaad. Nee, zo onschuldige dingen. Zo de krijtjes van de leerkracht verstoppen, dat hem geen krijt had en zo. Maar ik denk dat we ooit wel eens... We hebben wel eens, denk ik, één keer alle stoelen weggedaan in de klas. Gewoon verstopt. Dat binnenkomt ze van, ja, ga maar zitten. Geen stoelen meer. Zo, daar. Eigenlijk heel onschuldig allemaal. Niks wereldschokkend, denk ik. Ja, dus ook nooit een zware straf gekregen? Of straf überhaupt? Nee, weinig strafstudie en zo. Nee, jawel, ik kreeg wel heel veel straf voor te babbelen. Ik kon niet zwijgen. Babbelen en dan op een gegeven moment dan mochten we niet meer babbelen. Ja, dan gooide ik briefjes naar de meisjes. Dan werd ik daar weer voor gestraft. Dus communicatie was mijn ding dat ik fout deed. Ja, maar eigenlijk, ja, jij communiceert nu heel veel. Dus ja, je kan die leraars eigenlijk nu op hun plaats zetten. Ja. Ja, maar ze hebben het toch... Ja, voilà, dus dat is dus uiteindelijk mijn job geworden. Hè? Ja. Welke buitengewone prestatie hoop jij tegen eind dit jaar te verwezenlijken? Nog te leven. Nee, ik weet het niet. Gewoon buitengewone prestatie, ja. Wat normaal leek, gewoon een grote show geven. Mm-hmm. Dat is ondertussen een buitengewone prestatie geworden. Gewoon mijn show doen, like ik hem wil. Niet met stoeletjes en niet met 200 man, maar de echte show, dat hoop ik te doen. Want ik heb nu zoveel nieuwe hits sinds dat ik, en die ik nog nooit heb kunnen spelen, dat ik ze wel graag eens wil spelen. En, waarschijnlijk tegen na de zomer zijn er daar nog één of twee bij. Dus dan wil ik toch wel spelen.